Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 13 september. Neem je twijfels gevangen. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 2 Korintiërs 10 vers 5. We halen spitsvondigheden neer en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere gedachte krijgsgevangenen om haar aan Christus te onderwerpen. Als we beginnen met het proces om ons denken vernieuwen, dan zullen er momenten zijn dat we er een potje van maken. God weet dat we niet volmaakt zijn en Hij zal ons altijd helpen om ons weer op het juiste spoor te zetten. Helaas weet de duivel ook dat we niet volmaakt zijn en hij doet zijn uiterste best om ons, bij elke stap die we zetten, daaraan te herinneren. We kunnen bezig zijn om God te dienen, goed te doen, stappen in geloof zetten en dan kunnen we plotseling, zonder enige duidelijk aanwijsbare reden, een dag of week hebben waarbij we een aanval in ons denken ervaren. Satan wil ons vertellen dat we mislukkelingen zijn, niet goed genoeg zijn, dat God niet van ons houdt. De lijst wordt langer en langer. Gelukkig vertelt Gods woord wat we moeten doen in zo'n situatie. 2 Korintiërs 10 vers 5 vertelt ons dat we elke gedachte gevangen moeten nemen en die in gehoorzaamheid bij God te brengen. Dus, wanneer de duivel probeert tegen je te liegen, ga naar het woord en vind de waarheid die die leugen tegenspreekt. Wanneer die twijfels in je opkomen, raak dan niet ontmoedigd. Breng ze in lijn met Gods woord. Het werkt altijd. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik zal mij niet door de leugens en twijfels van de vijand van het pad af laten brengen. In plaats daarvan geloof ik wat uw woord zegt en neem die gedachten gevangen. In Jezus' naam. Amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.